Fortnite Chapter 4 Season 2 gaat bijna eindigen. Maar voordat het gaat eindigen ga ik jullie nog één gratis item laten zien wat wij allemaal kunnen unlocken. Kijk deze video dus helemaal af om erachter te komen wat dit item is. Want geloof me jongens en meisjes, dit wil je niet missen. Yes jongens en meisjes, daar ben ik weer voor jullie in een menu schermpje van Fortnite Chapter 4 Season 2. En oh my god jongens en meisjes, ik kan echt niet wachten tot het nieuwe Fortnite seizoen begint. Tot wij de nieuwe Battle Pass hebben. En tot wij weer opnieuw kunnen gaan grinden. Om weer allerlei zieke winst neer te zetten natuurlijk. Maar vandaag in deze video ga ik jullie het allerlaatste gratis item laten zien. Die wij met z'n allen kunnen lokken voordat het nieuwe seizoen begint. Dus kijk deze video helemaal af. Want ook in deze video zit een verrassing voor jullie. Maar eerst, als je mij nou wil supporten in de itemshop, als je bij wijze van spreken de Battle Pass gaat kopen of gewoon een skin uit de itemshop, gebruik dan even mijn supportercode TIES, de kortste code van Nederland en België die je in kan vullen. Letterlijk T-I-E-S, dat is de code. En als je deze invult, heb ik dus gehoord, als je dan op accepteren klikt zoals ik nu doe, dat jij daadwerkelijk in het aankomende seizoen super veel crown wins gaat winnen. Dus vul de code in, accepteer hem even. Dikke en zo naar iedereen die hem al gebruikt natuurlijk. Maar, jongens en meisjes, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. Afgelopen maandag heb ik een video gemaakt over nog een aantal gratis items die wij konden unlocken. En daar heb ik dus een fout in gemaakt. Een best wel grote fout. Voordat we dat gaan doen, heel eventjes jongens en meisjes. Abonneer je op mijn kanaal. Ben je nou nieuw en nog niet gesubbed? Zou ik het heel erg nice vinden als je even dat abonneerknopje klikt met dat belletje aan. Dan mis je niks van het nieuwe seizoen, de video's in het nieuwe seizoen en alles wat daarbij komt kijken. Dus check even of je al geabonneerd bent en laat dan even een duimpje omhoog achter natuurlijk. Maar, jongens en meisjes, als we naar de Battle Pass toe gaan, deze video komt als het goed is op woensdag online. En ja, als we hier dus rechtsonder kijken of linksonder kijken, staat er dat het nieuwe seizoen natuurlijk 9 juni begint. Oftewel eigenlijk over 48 uur. Over 48 uur dat deze video online staat, komt gewoon de nieuwe Battle Pass video online, waarbij ik de hele Battle Pass ga kopen. Dus wil je dat nou zien, sowieso abonneren wat ik net al heb gezegd. Maar ik ga ook een aantal Battle Passes weggeven natuurlijk. Dus daarvoor wil je ook gewoon geabonneerd zijn op mijn kanaal. Maar over 48 uur gaat dat dus gewoon al zo zijn. Maar ik heb natuurlijk maandag een video geüpload, dames en heren, waarbij ik dus liet zien welke gratis rewards je nou nog kon krijgen. Nou oké, de Eren Jaeger gaat inderdaad weg na dit seizoen, maar daar had je de Battle Pass voor nodig. Maar er is dus iets gebeurd wat niemand van jullie opgevallen is, wat mezelf dus wel opgevallen is door iemand uit mijn Discord server. Dus sowieso dik en zo naar de persoon die dit ja aangekondigd heeft. Maar als we naar de quest toe gaan, zei ik dat je voor deze skin die je hier kan unlocken, oftewel ja de Underworld Desdemona zoals je kan zien, ik dacht oprecht dat je tot het einde van dit seizoen hadden tot en met vrijdag om deze te unlocken. Maar dat is dus niet zo, dames en heren. Want als wij terugklikken, en ik weet niet of je dit een beetje goed kan zien, maar er staat dus daadwerkelijk hier zo dat we nog 9 weken de tijd hebben. Je kan het hier ook zien. 9 weken hebben wij dus nog de tijd om deze skin te unlocken. Dus je hebt eigenlijk nog 9 weken de tijd om 50 levels te halen. Nou jongens en meisjes, ik kan je vertellen, als de nieuwe Battle Pass dropt en ja, jullie kopen al die tier 25 versie, heb je deze skin al zeg maar gewoon unlocked. Dus het spijt me. Ik had iets beter op moeten letten dat hier 9 weken stond. Maar bij deze, je hebt dus nog iets langer de tijd om deze items te unlocken. En dan nog iets, je hebt nog meer de tijd om namelijk ook de ranked items te unlocken. Want ik dacht namelijk, dit staat er niet bij jongens en meisjes, maar dit heb ik dus op Twitter gelezen. Daarom vertel ik het nu ook even aan jullie. Deze ja, quests die je kan halen om bij wijze van spreken de items te krijgen, zoals natuurlijk de emote, de banner, de andere emoticon, de spray, nog een banner, nog een keer dit soort dingen in ieder geval. Maar iedereen wil natuurlijk gewoon deze emote hebben. Deze heb je ook om ja, te halen tot het einde van volgend seizoen. Dus daadwerkelijk tot het einde van Fortnite Chapter 4 Season 3 heb jij dus de tijd om daadwerkelijk gewoon deze quest te doen van Fortnite Ranked. Dus ja, ik zou zeggen, rustig aan. Sorry dat ik dat heb gezegd in een andere video. Ik wist niet dat dat zo zou zijn. Want ik dacht namelijk dat dit allemaal wel weg zou gaan. Want ik weet wel dat als jij nu rank aanzet, dat dit de rank is. Wacht even hoor. Dit is de rank daadwerkelijk voor als jij daadwerkelijk ja, het nieuwe seizoen gaat beginnen. Als ik het goed uitleg. Oftewel, ook al gaan we nu naar Chapter 4 Season 3, blijf ik dus nog steeds op dit moment dus Platinum 2. Dus ja, dat is sowieso heel nice. Ziek nice is dat, want ja, Season 1 van dit begint dus daadwerkelijk aanstaande vrijdag. Dus let daar goed op jongens en meisjes. Maar ja, weet je wat? Daar gaat het verder niet over. Deze video gaat puur en alleen nog over de video. En ja, dat ik jullie nog één gratis item ga laten zien wat wij kunnen unlocken voordat het nieuwe seizoen begint. Want jullie weten het, ik ga namelijk aanstaande vrijdag echt een mega grote Battle Pass giveaway doen. En ja, dat is niet het enige wat ik ga doen. Want ik wil namelijk een aantal mensen van jullie nog gaan blij maken met een gift uit de itemshop voordat het nieuwe seizoen begint. Zodat jij die deze video kijkt met misschien wel wat weinig skins nog met een hele mooie skin het nieuwe seizoen in kan gaan. Dus als je dat nou leuk vindt en vind je dat nou nice, laat dan tot nu toe alvast even een duimpje omhoog achter op mijn kanaal. Want dat zou ik heel erg nice vinden. En jongens en meisjes, dan ga ik even de stappen uitleggen die jij moet doen
om dus kans te maken op zo'n hele mooie skin. Want ik ga drie random mensen die deze video kijken, iets randoms giften uit de itemshop wat hij of zij naar keuze wil. Zodat jij dus heel erg mooi met een nieuwe skin het nieuwe seizoen kan beginnen. En daar moet je dus een aantal stappen voor doen. Stap 1, code TSF gebruiken. Dit is een van de belangrijkste stappen die ik ga doen. Of die je moet doen, want ik ga natuurlijk heel veel battle pass weggeven zoals ik al zei. En hoe meer battle pass ik ga weggeven, hoe meer geld dat mij kost. En bijna al het geld wat ik met mijn supporter creator code verdien, stop ik erin terug. Dus als je de code TSF invult, TES is het simpelste code die je in moet vullen. Accepteer hem even, dat is sowieso stap 1. Stap nummer 2 heb ik eigenlijk net al gezegd. Je moet even abonneren op mijn kanaal met dat belletje aan. Dat je niks mist van de video's die ik upload. Check ook echt dat belletje aan staat. Want dan kan je misschien wel de allereerste zijn die een duimpje omhoog achterlaat. Want dat is stap 2. Stap 3 had je ook al moeten doen. Dat is namelijk een duimpje achterlaten op deze video. Want dan support je mij natuurlijk enorm. Dus check even of ik dat duimpje al achter heb gelaten. En stap nummer 4, jongens en meisjes. Ja, doe dan eventjes jouw Epic Games achterlaten. Want dan kan ik jou toevoegen. Dan moeten wij 24 of 48 uur wachten. En dan kan ik jou daarna dus, als jij ja, achterlaat welke skin je graag wil hebben, die gewoon daadwerkelijk heel makkelijk giften. En dan heb je dus gewoon een hele mooie skin op jouw account voordat het nieuwe seizoen begint. Dat is toch eerlijk? Dat is toch best nice? Laten we heel eerlijk zijn. Ik vind dat wel heel nice. Je kan ook even mijn Discord joinen. Mijn Discord staat ook in de beschrijving. Dat is gratis. Maar ja, jongens en meisjes. Vrijdag gaat het dus sowieso heen. En vrijdag gaan we dus gewoon de nieuwe Battle Pass unlocken. Ik heb er echt super veel zin in. Ik kan echt niet wachten om die video's ook te maken. Dus jullie moeten gewoon echt geabonneerd zijn. Maar ja, ik dacht dus oprecht van, yo, dat helemaal deze reward, dat die er aan het eind van het seizoen uit zouden gaan. Maar dat is dus gewoon niet zo, dames en heren. Deze ben ik gewoon blind bij geweest. 9 weken en 0 dagen staat erbij. Dus deze gaan we ook gewoon easy unlocken. En ja, voor de mensen die hem nog niet hebben unlocked, ik weet niet of je hem nog kan unlocken in de Epic Games Store. Check daar gewoon eventjes naar. Want als dat dus nog wel kan, heb je dus gewoon nog mooi de tijd om dus gewoon een hele mooie gratis skin, backbling, camo en pickaxe natuurlijk te unlocken. Dus check gewoon even voor de PC-spelers. Want het is wel echt voor de PC-spelers only deze. Of jij deze dus kan krijgen. Want ja, heb je nou wel een PC in de buurt waarvoor net op geïnstalleerd staat, check dan ook even of je hem gewoon kan pakken. Want het is toch gewoon weer een mooie gratis skin die in je locker staat. Maar weet je wat? Daarom dacht ik gewoon van, joh, we gaan nog gewoon even leuk deze skin weggeven aan 3 mensen. Zodat 3 mensen met een goed gevoel het nieuwe seizoen in kunnen gaan. Want ja, ik doe best wel vaak giveaways. Dat weten jullie ook, hè, dames en heren. Dus niet getreurd als je deze skin niet gaat winnen. Maar het is wel heel belangrijk dat je de code TSF gewoon gebruikt. Want hoe vaker de mensen deze code invullen, hoe vaker ik ook een giveaway voor jullie kan doen. Dus ja, het is heel simpel. Ik accepteer hem nog 1 keertje. Ik heb het allemaal duidelijk uitgelegd. Zoals ik al zei, ik ga dit seizoen stoppen. Eindigen met 127 crowns als het goed is. Misschien dat ik er nog iets meer bij ga halen als ik naar deze video nog iets ga spelen. Maar ja, tot nu toe is dit denk ik het einde van dit seizoen voor mij. 127 crowns. Ben ik gewoon zeer tevreden mee. Laat ook even in de comments weten hoeveel crowns jij dit seizoen gehaald hebt. En dan gaan we aankomend seizoen gewoon weer keihard grinden. Keihard leuke video's maken. Want dat is gewoon over 48 uur gedaan, dames en heren. Morgen sowieso nog wel een video. Want dat is de laatste video van deze pot van dit seizoen. Dus ik check jullie morgen om 6:15. Zet je wekker voor morgen. En misschien ben jij morgen wel als allereerst met een duimpje omhoog. Later, jongens.